Welkom bij Quick TV. In deze aflevering kunnen jullie onder andere kijken naar een interview met Justin Hoogma, een korte terugblik op de wildtaxi, maar we beginnen nu eerst met het laatste clubnieuws. Quick 20 is het tweede seizoen zelf goed begonnen met een 3-1 overwinning op Achilles 1894. Voor aanvang van de wedstrijd was er een minuut stilte in verband met het overlijden van Frans Rieckhoff. Hij was een clubman in hart en nieren. Quick 20 was de betere ploeg en kwam na 33 minuten op een voorsprong. Brent van Bentum tikte de bal net langs de keeper van Achilles. 4 minuten later was het echter alweer gelijk, na onoplettendheid in de verdediging van Quick 20. Quick 20 wist nog net voor rust orde op zaken te stellen. Na een mooie actie van Jeroen Visser tikte Rens van Bentum binnen. Rens van Bentum was ook belangrijk bij de 3-1 voor Quick. Na een aanval over de linkerflank werd zijn voorzet binnengetikt door Tim Swienenberg. Door deze overwinning blijft Quick 20 meedoen om de eerste plaats op de ranglijst in de zondag hoofdklasse C. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Alcides werd er een nieuwe sponsorovereenkomst gesloten met hoofdsponsor Siers. Directeur Peter Siers vertelt waarom zijn bedrijf graag het contract verlengt. Omdat Quick een hele mooie club is en wij als Siers toch onze maatschappelijke betrokkenheid in Oldenzaal willen uitdragen. En dan doe je dat met een club die toch een heel groot draagvlak heeft in de Oldenzaals bevolking. Justin Hoogma maakt op 10-jarige leeftijd de overstap van Quick 20 naar de jeugd van FC Twente. Onlangs maakte hij de overstap van FC Twente naar Heracles en wij kregen de kans om hem een aantal vragen te stellen. Nou Justin, hoe is het ermee? Het gaat goed. Ik ben op trainingskamp geweest met Heracles en dat was erg leuk, mooie ervaring. Dus het gaat heel goed met me. Is het lang geleden dat je bij Quick bent geweest? Nee, ik kom hier nog wel regelmatig om of bij de A1 te kijken of bij tweede, want daar speelt mijn broer in. Dus ik kom hier nog wel vrij regelmatig. Wat zijn je mooiste herinneringen aan de tijd bij Quick 20? Ik heb hier heel veel mooie herinneringen. Ik ben erg vaak kampioen geworden. In de F1 een paar keer kampioen geworden, F13 ook. E1 en D1. En we hebben eigenlijk elk jaar heb ik eigenlijk een goed team gehad. Gingen ook vanuit de E1 gingen 5 jongens en of 4 jongens en 1 meisje gingen naar FC Twente toe. Dus dat was een erg mooi team. Justin, inmiddels heb je de overstap gemaakt van de jeugd van FC Twente naar Heracles. Hoe bevalt dat tot nu toe? Heel goed eigenlijk. Ik ben erg leuk opgevangen in de groep. Het zijn leuke jongens, dus ik voel me daar prettig bij. En het gaat ook goed. Het trainingskamp is goed verlopen. En ik kan goed meekomen voor mijn gevoel. Dus het gaat goed eigenlijk. En hoe zie je de toekomst? Ik wil zo snel mogelijk in het eerste van Heracles komen. Daar een basisplaats krijgen. Maar, hoe snel dat is, dat hangt van mijn ontwikkeling af. Maar ik probeer gewoon zo snel mogelijk in het eerste te komen. Jouw vader heeft na zijn profcarrière zijn voetbalcarrière eigenlijk afgesloten bij Quick 20. Ben je ook van plan om jouw voetbalcarrière af te sluiten bij Quick? Ja, dat zou wel een optie zijn. Als ik hier dan nog woon, in de buurt woon, dan zou ik zomaar hier een carrière af kunnen sluiten. Dan wil ik jou bij deze heel erg bedanken voor het interview en heel veel succes verder met jouw voetbalcarrière. Geen dank en bedankt. Een vast onderdeel van Quick TV is het gratis schieten met sponsoren. Deze week waren we bij Bureau Bam. Thijs, we staan hier bij Bureau BAM. Wat voor een bedrijf is dat precies? Bureau BAM is een marketing- en communicatiebureau. Wij zijn vanuit de strategie, communicatiestrategie, creëren we identiteiten, doen we aan branding. En vervolgens realiseren we onder andere websites, folders, noem maar op, magazines, onder andere de zwart-wit en dat soort zaken. We gaan nu beginnen met het gaten schieten. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Kom maar op. Dan krijg je een helft bij de bal. Nou Thijs, dat gaat nou niet zo best. Nee Niels, dat klopt. Wat is jullie binding met Quick 20? Nou, we zijn al jaren betrokken bij Quick 20. Enkele 4-5 jaren zijn we al met onder andere de Zwarte Wit bezig. Het magazine wat nu ook weer vandaag wordt overhandigd. Twee keer per jaar gemaakt. Onder andere Robert, die heeft daar al heel wat jaren in gestoken. We doen dat nou hier bij BAM, twee keer per jaar. Daarnaast de presentatiegids. We hebben een nieuwe website ontworpen, samen met BrandCube opgemaakt en natuurlijk alle mensen bij Quick.
We zijn bezig met de belettering binnen op het park, zeg maar, bij Kwik. Dus wat dat betreft doen we heel veel achter de schermen. Heel veel handspandies, zodat alles er goed uitziet. Thijs, twee schoten, twee keer mis. Dat moet beter. Het scheelt niet veel. Wat een prachtig doelpunt. Ja. Heb je zelf voetbal gezeten? Nee, Niels, ik heb nooit gevoetbald. Nee. Dus wat dat betreft, geluk. Oh, jammer. Thijs, niet slecht, twee punten voor onze eerste kandidaat. Ja. Wat vond je ervan? Hartstikke leuk om te doen. Leuk item ook, jongens, dus dat doen jullie goed. En wat dat betreft, voor niet voetballen, twee punten nog, vind ik netjes. Dus, ja. Heel erg bedankt. Dank je. Ja, jullie ook bedankt. Na deze eerste aflevering staat Bureau BAM uiteraard bovenaan. De wildactie van Kwik 20 is al jarenlang een prachtige traditie. Ook dit jaar gingen we veel de vrijwilligers op pad om loten te verkopen. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Jeroen, voor de mensen die niet weten wat de wildactie is, wat is de wildactie precies? De wildactie is een actie wat door de vrijwilligers van Kwik wordt georganiseerd. Daar gaan, zoals je ziet op de achtergrond, de auto, die hebben daar allemaal spullen bij, zoals haantjes, bakleven, ja, gewoon leverworst. Gaan 50 cent per lot, gaan we aan de deur. Ja, dat is echt, de opbrengst gaat naar de jeugdafdeling van Kwik 20 en daarmee sponsoren we mensen indirect de jeugdafdeling. Dit was Kwik TV voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.